Goed. Ik ga u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Uiteraard de leden van de raad, leden van college en ook u op de tribune. En als u meekijkt, meeluistert, allemaal van harte welkom. En ik hoop dat we een goede vergadering zullen hebben. En ik geef aan dat vanavond niet aanwezig zullen zijn mevrouw Uitslag en mevrouw Beulakker. Ik heb begrepen dat iedereen de presentielijst heeft getekend. En ik ga verder met vaststelling van de agenda. In het presidium is zojuist het voorstel besproken onder agendapunt 8. Dit agendapunt was al onder voorbehoud opgenomen. Vanuit het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente is namelijk op 23 januari een gewijzigd voorstel gestuurd naar het algemeen bestuur. En de bedoeling is om dit gewijzigd voorstel via het college opnieuw aan het presidium en uw raad voor te leggen voor de raadsvergadering van 17 maart 2020. Derhalve wil ik u namens het presidium voorstellen om dit agendapunt voor nu te laten vervallen. Dus dat is agendapunt 8. Kunt u daarmee instemmen? Dan is dat het geval. Dan vraag ik of u nog iets anders wil inbrengen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil namens het PVV Twenterand toch een motie vreemd aankondigen. We hebben er in het presidium over gesproken. En ik vind het onderwerp te belangrijk om zomaar te laten passeren. Ik vind ook dat op het moment dat er sprake is, in onze beleving is dat zo, dat er sprake is van spoed, van een heikele situatie, dan vind ik dat wij het recht hebben om die motie vreemd aan te kondigen. Dat kan ook volgens het reglement worden aan het begin van de vergadering. En ik wil een motie vreemd GEVRO indienen. En conform het reglement van orde bepaalt de raad of die toegelaten wordt tot deze vergadering. Dus ik zou daar graag een stemming over willen. Goed, dank u wel. Dan dient u de motie vreemd in. En dan geef ik nu de raad het woord of zij de motie willen behandelen. En ik zie... Ja, het ordevoorstel. Ja, eerst meneer Jonker en dan de heer Smelt. De heer Jonker. Goed, meneer Smelt heeft een ordevoorstel. Aan u het woord. Ja, voorzitter, aan u de vraag, gezien de aankondiging voor het vraag-een-half uurtje, of u in orde het vraag-een-half uurtje niet eerst zou willen hebben over dit onderwerp en daar het antwoord van het college over te horen, dan de keuze te maken of we de motie vreemd willen behandelen, ja of nee. Dat lijkt mij in de volgorde voor de agenda beter. Ik kijk eerst naar de heer Veldmeijer of hij ook mondelinge vragen stelt over het onderwerp. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik kan hier wel een hele show gaan houden, maar ik heb begrepen, ik kan die vragen wel stellen, maar ik krijg geen antwoorden. En gezien de enorme lengte van deze vergadering, denk ik dat het dan ook beter is om die vragen niet te stellen, wat betreft GEVRO. Dank u wel, dan is de motie vreemd aan de orde. Vraag ik aan de raad of u deze motie wilt agenderen aan het eind van de vergadering. Ik kijk naar... Oh, sorry meneer Jonker. Ja, aan u het woord. Mijn excuus. Ja, voorzitter. Ik heb wel even de behoefte om te reageren.
Het staat de heer Veldmeijer vrij om motie vreemd in te dienen. We hebben er in het presidium ook uitvoerig over gesproken. Het spoedeisende karakter weet ik niet. Dus ik geef hem misschien wel de voordeel van de twijfel, maar alles ook de gevoeligheid. Denk ik dat we een pas op de plaats moeten maken en dat wij eerst ook als raad beter geïnformeerd moeten worden over deze zaak, zodat we dan het politieke debat hier kunnen voeren. Dus bij deze geen steun van de SGP. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar de andere fracties. Fractie van Gemeente Belang 20 van de heer Elsinga. Ja, voorzitter, gezien de stand van zaken in dit dossier hebben wij helemaal geen behoefte aan deze motie vereniging om dit te behandelen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, daar sluit ik mij volledig bij aan. En we hebben ook niet de informatie op dit moment om überhaupt deze motie die we gelezen hebben goed te kunnen beoordelen. Dus wij geven geen steun. Dank u wel. Dan de heer Kelder, aan u het woord. Ja, ik sluit me graag aan bij de woorden die de heer Jonker heeft gesproken. Hè. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kopers, aan u het woord, indien u behoefte heeft. Ja, ik sluit me bij die sprekers aan. Laten we dit op een ander moment doen. Dank u wel, de heer. Reuske, naar u het woord. Voorzitter, geen steun voor de behandeling van deze motie. Dan concludeer ik dat er geen steun is in de raad voor de behandeling van deze motie. En wordt deze motie ook niet geagendeerd. Dan ga ik verder met de vaststelling van de agenda. Kunnen wij de agenda verder conform met het schrappen van agendapunt 8 behandelen? Ja, zo gaan we deze motie die gewijzigd is vastgesteld. Dan ga ik naar het vragenhalf uurtje. De heer Veldmeijer van de fractie van de PV heeft aangegeven dat u vragen wil stellen over RWWZI Vrooms Hoop. En ik geef de heer Veldmeijer het woord. En dan mis even voor de alle duidelijkheid. Eerst krijgt de heer Veldmeijer het woord om de vragen te stellen. Dan zal het college een reactie geven. Vervolgens krijgt de heer Veldmeijer in tweede instantie het woord om aanvullende vragen te stellen. Dan geef ik de mogelijkheid aan de hele raad om vragen te stellen. En dan reageert het college indien er vragen gesteld worden in tweede termijn. En dan is het vragenhalf uurtje wat dit onderwerp betreft afgelopen. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tijdens het lopen met de hond, zo kom je nog eens ergens in de gemeente, zag ik dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vrooms Hoop inmiddels een zonnepark aan het aanleggen is. En men noemt dat ook wel zonneveld. Dat klinkt wat sympathieker dan een zonnepark. En er is ook een half jaar geleden volgens mij ook media aandacht voor geweest. Maar we zitten nu in een tijd dat het netwerk op slot zou zitten. En we weten allemaal dat Oosterweilanden, dat mooie zonnepark, de boel op slot heeft gezet. Nu lijkt alleen voor commerciële ondernemers, want het RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Vrooms Hoop, legt gewoon een nieuw zonnepark aan. En wij vermoeden dat men dit niet doet wanneer het park niet aangesloten kan worden. Vandaar de volgende vragen, voorzitter, aan de wethouder. Wordt dit zonnepark aangesloten op het net? Zo ja, waarom zij wel en onze ondernemers niet? Wij gaan ervan uit dat het RWZI door de hoge subsidies voor zo'n een zonneveld of zonnepark, want anders legt men het niet eens aan, goedkoper kan werken en dit er goed laat komen aan de inwoners. Met andere woorden, gaan hierdoor de lokale belastingen omlaag? En zo ja, wanneer kunnen we deze belastingverlaging verwachten? Zo nee, waarom niet? En voorzitter, de PVV heeft al eerder vragen gesteld over het op slot zitten van het netwerk. Hoe staat het hiermee en zijn tegenstrijdige berichten? Aan de ene kant de wethouder die zegt, bedrijven kunnen binnenkort gebruik maken van zogenaamde vluchtstroken en de netwerkbedrijven die houden hun kaken op elkaar. Dus vandaar aan de wethouder de vraag, hoe staat het hiermee? En komt u terug op de eerder gedane uitspraken? Of gaat u het nuanceren of houdt u voet bij stuk? Ten slotte, voorzitter, laatste vraag. We lazen ook, zelfs op teletext, dat in een aantal provincies, waaronder Overijssel, vanwege dat netwerk tekort, dat er als het ware zogenaamde mobiele verdelingskasten, of hoe het ook mag heten, worden neergezet, zodat er toch wat meer ruimte komt op het netwerk. En de vraag aan de wethouder is of zij hier al wat meer over kan vertellen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik namens het college het woord aan mevrouw wethouder van Appema. Aan u het woord.
voorzitter. Pardon. Ook dank voor de vragen. Het is inderdaad fijn als je met de hond loopt, dan zie je van alles. Dus dat is soms niet verkeerd. We hebben voor deze vraag ook even geïnformeerd bij het waterschap. Want uiteraard gaat het waterschap daarover. En volgens de informatie van het waterschap is er voor dit zonnepark, ondanks eerdere toezeggingen van Enexis, teruglevering aan het net niet mogelijk vanwege beperkte netwerkcapaciteit. Waarbij het waterschap wel aantekent dat die opgewekte elektriciteit grotendeels voor eigen gebruik is. Uw tweede vraag. Volgens de informatie van het waterschap is de investering in het zonnepark met name ingegeven vanwege haar duurzaamheidsambities en niet vanwege een business case. En vragen over de waterschapsbelasting kunt u dan ook het beste bij het waterschap Vechtstromen zelf stellen. De derde vraag. Oplossingen voor netwerkschaarste die spelen op verschillende niveaus. Landelijk, regionaal en lokaal en ook op verschillend vlak. Technisch, juridisch. En voor het zoeken naar oplossingen voor de beperkte netwerkcapaciteit, waar overigens de gemeente Twenterand niet alleen last van heeft, zijn wij heel veel in gesprek met onze ondernemers en met Enexis en de provincie. Dus we starten op, of we hebben op verschillende niveaus, zijn we bezig met een lobby. We hebben inmiddels intern, maar ook met een aantal ondernemers daarbij, een stuurgroep Zon op bedrijfsdak ingesteld. Dus dat maakt ons ook dat wij daar makkelijker en beter op kunnen sturen voor alle acties. En het overleg wat wij vorige week met Enexis hebben gehad, daarin is ook nog maar weer eens bevestigd dat binnen de juridische mogelijkheden Enexis ook samen met de gemeente Twenterand kijkt naar mogelijkheden om ruimte te creëren op het net. En als ze het hebben over juridische mogelijkheden, dan bedoelen ze vooral die algemene maatregel van bestuur die op dit moment in ontwikkeling is door het Rijk. He, dus op het moment dat die operationeel wordt, dat is ook het moment dat Enexis ook samen met ons naar Twenterand wil kijken. En de verwachting is dat dat binnen niet al te lange tijd zal gebeuren. En als laatste is het denk ik ook goed om even te melden dat Tennet en Enexis op dit moment voor onderzoek doen naar technische oplossingen, onder andere voor uitbreiding van het station Vroomshoop. En dat ze dat ook in nauwe samenwerking met Twenterand doen. Met name ook om die ruimtelijke inpassing zo goed mogelijk te kunnen organiseren. En uw laatste vraag over de mobiele elektriciteitshuisjes. Enexis heeft vanwege haar motivatie dat ze zeggen we willen ook op korte termijn aan oplossingen werken, hebben zij 11 van die huisjes aangeschaft. En die willen ze verdelen binnen hun aandeelhoudende gemeentes. Dat zijn er ongeveer 100. Dus in Noord-Nederland, maar ook in Overijssel. En zij hebben bepaald dat 3 van die huisjes in Overijssel terecht kunnen komen. En ik denk dat u ook wel begrijpt dat Enexis zo ongeveer plat gebeld is door alle gemeentes die zeggen van dat mag wel bij ons komen. En dus ook Twenterand heeft dat aangegeven, maar uiteindelijk gaat Enexis daar zelf over wat past in hun beleid. Dus dat wachten wij af. Voorzitter, dat was de beantwoording. Dank u wel. Dan geef ik als eerste, indien u behoefte heeft, aan de heer Veldmeijer het woord voor eventueel aanvullende vragen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, het is wel raar dat inderdaad zo'n zuiveringsinstallatie dan zonnepanelen aanlegt die feitelijk voorlopig niet gaan werken. En als ik kijk naar de beantwoording op de andere vragen, dan concludeer ik dat er ten aanzien van de vorige discussie, de vorige vragen, eigenlijk ja, niets is veranderd en dat we eigenlijk maar moeten afwachten wanneer de situatie wel verandert. Zo formuleer ik het toch goed. Vraag aan de wethouder via u, voorzitter. Dank u wel. Dan zal de wethouder zo meteen nog ingaan. Dan kijk nog even de raad rond of iemand anders, een andere raad zit, aanvullende vragen heeft. Niet. Wethouder, de heer Veldmeijer stelt nog een vraag aan u of hij het goed geformuleerd heeft. Ja.
Nou, voorzitter, de heer Veldmeijer gaat uiteraard over zijn eigen woorden. Ik zou ze nooit zo gebruiken. Als je in de winkel iets koopt, dan heb je direct een resultaat. Je kan zeggen van, ik heb dit gekocht. Dit is een vrij complex vraagstuk. Ik heb ook al in mijn beantwoording geschetst dat daar vele partijen over gaan, dat het ook op vele levels plaatsvindt. En u mag denk ik niet verwachten dat je ook in zo'n complex vraagstuk dat je onmiddellijk binnen een week of twee weken daarvan resultaat hebt. Ik kan u zeker zeggen dat wij resultaten bereiken, maar dat zijn op dit moment nog geen resultaten dat we kunnen zeggen we hebben 3 ondernemers kunnen faciliteren. Maar dat gaat wel gebeuren. Dank u wel. Dan is dit het einde van het vragenhalf uurtje. En ga ik over tot agenda punt 4, de vaststelling verslag raadsdebatten van 21 januari 2020. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel u voor om het verslag dan ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dan is dat niet het geval, dan is dat dus besloten. Dan ga ik naar vaststelling besluitenlijsten van 29 oktober 2019 en 17 december 2019. Ook hiervoor zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt het ook om de besluitenlijsten ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is al dus besloten. Dan ga ik naar de lijst ingekomen stukken in zijn totaliteit. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Dan stel ik voor dat het conform de procedurevoorstellen wordt vastgesteld. De procedurevoorstellen ook over te nemen. Wenst iemand daarover stemming? Dan is dat ook niet het geval, dan is dit conform besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Daar staat 1 agendapunt op. Dat is bestemmingsplan buitengebied Twente-Rand, partiële herziening Dalweg 20. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Wenst iemand stemming? Zo niet, dan is unaniem besloten. En dan ben ik aan het eind van deze vergadering en sluit ik de raadsvergadering van 4 februari.